Goedendag beste kijkers, hier Hendrik met weer iets nieuws. Dit noem ik voorbode, als in, ja, je had, vroeger had je de Avro-bode en de dit-bode, dat-bode. Tijdschrift, dus in die stijl. Aan de andere kant ook voorbode als van wat gaat er aankomen. En aan nog een andere kant kun je zeggen voorbode, in plaats van dat we ergens tegen moeten zijn. Dat natuurlijk altijd. Dat is de omdraaiing van wat je wel wil, dat is wat je niet wil. En dan moet je het nog goed hebben ook. Hè? Deze eerste aflevering heb ik 5 onderwerpen. Het zal variëren. De onderwerpen zijn de recycling van de spaarlamp. En het vrijkomende kwik waar u en ik doorheen zouden kunnen lopen bij het winkelen. Dan een bezoek aan Stavre, ook wel Stavoren. Een ontzettend oud plaatsje, maar daar kom je pas achter als je het juiste boek daar leest. Dan zie je, kijk, we waren geen achterlijke idioten in berenvellen toen die Romeinen aankwamen. Een onderwerpje blauw licht, want blauw licht doet ons heel veel schade. En dat heb ik weer van een hersenchirurg. Broken Windows Theory, Broken Windows Effect, een sociologisch fenomeen waar we de laatste tijd, zeker hier in Utrecht, maar ook in Amsterdam, erg op gewezen worden. En dan artificial intelligence. At your service of echt niet? Precies het omgekeerde. Toen de eerste spaarlampen, de CFL's, compact fluorescent lights, op de markt kwamen, zagen ze er zo uit. Met een dikke omhulzing, ik weet niet wat het is, glas of plastic, of, doet er niet toe. Volgens mij is het glas, maar goed. En daarbinnen zit dus die TL-buis, dat is het eigenlijk, die dus heel compact is. Zowel in de TL-buis als in dit soort lampen, als in de moderne lampen, zonder zo'n dikke kap, zit kwik. CFL's hebben zo'n 3 tot 5 milligram kwik erin. Nou, dus dat is, als het op is, is het chemisch afval. En dat kun je, sinds een paar jaar, kun je dat inleveren bij de uitgang van iedere supermarkt, bouwmarkt. En op Hoogkaterijnen staat er ook zo'n hele batterij waar je dan ook dat spul in kunt knikkeren. En dan gaan ze er iets mee doen. Toen dat voor het eerst opkwam, was bij mij de logische vraag, wat als zo'n lamp breekt? Dus ik vroeg de jongen bij de kassa van de Jumbo, breken die nog wel eens? Ja, die breken. En toen heb ik een briefje gestuurd naar de arbeidsinspectie. En vele jaren later, dus onlangs, kwam ik bij de Dirk vandaan. En daar liep een man met van die bakken. En toen wist ik, die is met die recycling units bezig. Ik zeg van, ja. Daar was hij mee bezig. Ik zeg, een beetje van dat kwikje. Ja, wist hij ook. Maar ja, hij deed maar zijn werk, hè. Hij moest dat. Want de arbeidsinspectie heeft in de hele tijd niks gedaan eraan. Dat bedrijf weet donders goed dat die dingen breken. En dat er kwik vrijkomt. Maar ja, er is weer een probleem. Is er weer opgelost. Een milieuprobleem. Zolang we maar niet kijken naar de details. Dat is hier weer gaande. En zo is het voortdurend. Dit is nou een probleem wat anders de industrie, dus de multinationals, in de weg zou zitten. Want wat in de jaren 80 heette een bekende gloeilampfabriek in het zuiden des lands. Die was de uitvinder van zowel de TL-buis als, ik meen, ook de CFL. En die gaan we niet in de weg zitten. Er is van alles aan gedaan om de gloeilamp juist te verbieden.
om de verkoop van die dingen mogelijk te maken. Maar nu zitten we dus met die verzamelbakken voor die afgewerkte lampen die langer zouden meegaan dan ze in werkelijkheid doen. En staan mensen de hele dag in die dampen te werken of klanten lopen er doorheen. Kwikdamp moet je niet inademen. Het is niet goed voor je, niet goed voor je zenuwstelsel, niet goed voor je algehele immuunsysteem. Het verstoort van alles. Dit is een hormoonverstoorder. En dat is een vriendelijker woord dan te zeggen dat het gewoon kankerverwekkend is. Dat is het ook, kwik. Kortom, we hoeven niet te rekenen op vakbonden of arbeidsinspectie of televisieprogramma's die er aandacht aan gaan besteden. Het komt op ons aan. Dus spreek de bedrijfsleider aan in de supermarkt en stel hem eens wat vragen. Weet je dat er in spaarlampen 3 tot 5 milligram kwik zit? Weet u dat als zo'n lamp breekt, dat potentieel vrijkomt? En weet u dat kwik ontzettend giftig is? En weet u dat die batterij die daar staat, zeg je dan, dat daar brekende spaarlampen in zitten? Of gebroken? Ik heb het er nu verteld. Of wilt u er nog een briefje bij? Of gaat u uit zichzelf er iets aan doen? Doe het zo. En dat is de enige manier om hier wat aan te doen, denk ik. Zet hem op. Achter mij Staver, ofwel Stavoren tegenwoordig. Het plaatsje wordt in Wikipedia genoemd als ergens rond, was het 1100 na Christus, wordt het een keer genoemd ergens. Dus daarvoor bestond het natuurlijk niet. Nou, mis. Wikipedia, hè. Als je dit boek pakt, Codex Ura-Linda, van Jan Holt, dan lees je dat dit ver voor Christus al bestond en een belangrijke plaats was. Net zoals Texland, Medea Bilk, Dokheim en het eiland Walhalgera, waar een zeevarend volk woonde. En van dit soort plaatsen uit zijn ook koloniën opgezet in het Middellandse zeegebied. En dan hebben we het ook niet over de lulligste plekken, zoals Athene, ik meen zelfs Rome gelezen te hebben, en het plaatsje Stavros. Dus lees dit boek en kom erachter dat onze vaderlandse geschiedenis net even anders in elkaar stak. Er is 12 jaar gewerkt aan dit boek. De vertaling is nu in het Engels uitgekomen en de Nederlandse vertaling wordt nog verwacht. De moeite waard. Ura-Linda. Ja, wat doet hij nou weer? In rood licht? Wat is het? Zit hij een duikbootfilm te kijken? Nee. Je kent me toch? Ik doe niet zomaar wat. Ik zit in het rood licht, want ik heb geluisterd naar vele afleveringen van ene dokter Jack Cruise, een neuroloog, een hersenchirurg. Die opereert ook en zo. En die is op een gegeven moment erachter gekomen dat wat hij had geleerd op de dokterschool, dat een heleboel dat het precies omgekeerd zit. Dus bijvoorbeeld UV-licht, waar een heleboel mensen bang voor zijn, doen ze zonnebrillen op, gaan ze smeren. Dat is juist heel erg essentieel voor de aanmaak van vitamine D.
Dus daar maak je ook een punt van. Mensen die genoeg vitamine D hebben, die krijgen geen huidkanker. Maar dat hij zegt van, zie dat maar eens uit je dermatoloog te halen als je zover bent. Hij maakt er een punt van dat we te veel blauw licht krijgen. En dat krijgen we van al die spaarlampen die niet echt wit licht geven, maar toch eigenlijk gewoon blauw licht. En beeldschermen, hè? Televisie, laptop, tablets, mobieltjes. En buiten de straatlantaarns, niet te vergeten. Vroeger was dat oranje natriumlicht en tegenwoordig is het allemaal zogenaamd wit. Het lijkt wel alsof ze het erom doen. Dus om die reden, hij zegt, je moet dat gezonde UV-licht moet je via je ogen binnenkrijgen. En ook rooklicht in plaats van blauw licht. Dus eigenlijk ter compensatie heb ik dan dus blauw rooklicht, en dit is dan een gloeilamp. Dit is eigenlijk het mooiste licht wat ik heb. En hier heb ik een LED bij de Muntoren. Zit zo'n elektronica winkel in Amsterdam. En dan kun je via het internet kun je ook nog een en ander bestellen. Nou, dan kun je ook nog doen dat je een bril koopt. En deze brillenglazen zijn oranje, dat zie je natuurlijk niet. Maar die lagen gewoon bij de directe supermarkt voor 3 euro. Ik wist ook niet waarvoor het was, maar het was oranje en dat is toch een lievelingskleur van me. Ik denk, neem mee. Nou, dus die mitochondriën, dat zijn kleine energiefabriekjes, motortjes in onze cellen. Die zijn ook gevoelig voor blauw licht, want het licht dringt nog aardig wat door via onze huid en via onze ogen ook naar binnen, tot in onze hersenen of zo, weet ik veel. Er is nog een hoop te leren. Maar ik neem dit dus heel ernstig. En hier zal ik nog later op terugkomen. Dus zoek hem op en ga zelf luisteren. Het is vrij gecompliceerd wat hij allemaal vertelt. Maar tussendoor vertelt hij dingen die iedereen kan begrijpen. Als hij een beetje Engels spreekt. Begrijpt. En nog een ander punt, dat gaat misschien wat te ver. Hij zegt ook van, als je water hebt, dan is het goed als er zo min mogelijk zwaar water in zit. Dat bestaat, dat is een discussie apart. Dat leg ik een volgende keer nog wel eens uit. Zwaar water en zwaar waterstof. Dat heeft ook een invloed. Deuterium. Dus je kunt er naar zoeken. Er zijn voedingstabellen met hoeveel deuterium waarin zit. En dierlijk vet is beter. En dingen uit de bergen zijn wat dat betreft hebben ook minder deuterium. Maar dat is ook voor je mitochondriën weer gezonder. Minder deuterium. Dus kijk maar wat je ermee doet. En ik kom er zeker nog op terug, want dit neem ik ernstig. Als je die man hoort praten, Dan weet je dat het menens is. Als je daar een beetje gevoel voor hebt. Voilà. Dus daarom dat rode licht. En het is ook leuker met een duikbootfilm. Dat klopt. Toen ik in 1997 in dit appartement kwam wonen, was het fietspad was voor één richting. Die richting. Maar er kwamen in de loop der jaren steeds meer mensen die het fietspad ook wel goed vonden voor de andere richting. Wat doet de gemeente? Handhaven? Nee. Wat dan? Nou, het fietspad mag nu gebruikt worden in beide richtingen. En om het nog even verder chaotisch te maken, is verderop een rotonde waar de fietsers ook in beide richtingen eroverheen mogen. Dus wat je als automobilist moet doen, is echt ogen in je nek hebben, want je weet niet van welke kant ze afkomen. En die fietsers zelf weten niet hoe ze moeten aangeven wat hun plannen zijn aan het overige verkeer. Chaos. Er is zoiets, een sociologisch fenomeen, dat heet de Broken Windows effect. En dat betekent grofweg dat als je ergens een pand hebt staan, wat leeg staat, dat op een gegeven moment, dan gooit de eerste kwaaijongen, die gooit een ruit in. Nou, binnen no time liggen er nog veel meer ruiten uit. Zijn ze binnen fikkie aan het steken en is het pand is er ernstig aan toe.
de afbraak, de verloedering trekt verdere afbraak aan. Dat is het idee. En dat zie je op nog veel meer terreinen dan alleen met dit soort gebouwen. Nou zou je verwachten dat in een bestuur met GroenLinks en D66 en PvdA, dat er toch ergens wel een socioloog te vinden is. Die hebben ervoor doorgeleerd voor dit soort fenomenen en hoe mensen reageren op van alles. Maar het straatbeeld laat niet het bewijs zien daarvan. Zo kregen wij, een aantal jaren terug, kregen we een ondergrondse container hier. Nou, klinkt leuk, want dan zie je het verhaal niet meer en zo. Nou, het probleem is dat je nooit weet of die container al vol zit. Dus als iemand met zijn zak huisvuil uit het straatje hier verderop die hele afstand heeft afgelegd en die klep die gaat niet open omdat het ding vol zit, dan verwacht, denk ik, een ambtenaar of een bestuurder dat hij die zak weer mee naar huis neemt, werkelijk. Nee, dus die zak werd in eerste instantie werd die ernaast geplaatst. Ja, verrassing. En tegenwoordig is het zo dat de plek rond die ondergrondse container, want we zijn inmiddels alweer jaren verder, is een soort stortplaats voor grofvuil. En wat branden kan, dat zal ook branden. Dus er wordt ook al fikje gestookt in het vuil wat er dan staat. Onlangs een bankstel. En het was al begonnen nogal wat eerder. Als je op die afgelegen parkeerplaatsjes kijkt, dan zie je daar het vuil van groepen jongeren die duidelijk hebben genoten van hun McDonald's en lachgas. Het ligt bezaaid. En in 2020 is het begonnen dat ik heb nog nooit zoveel winkelwagentjes in de wijk gezien. Nog zoiets. Dus langzamerhand wordt het steeds erger. En als laatste ontwikkeling hebben we nu het statiegeld op blikjes, wat ervoor bedoeld was, zo werd het ons verkocht, om minder straatvuil te laten veroorzaken. Nou, dan ga eens een keer naar Amsterdam. Moet je eens kijken. Die vuilnisbakken die daar in de stad staan, in het centrum, het lijkt wel alsof er een handgranaat in ontploft is. Waarom? Nou, er zijn tal van types die breken die vuilnisbakken open op zoek naar blikjes en die flikkeren gewoon dat vuil wat erin zit gewoon op straat. Ja, dat is dus groenigheid. Wensdenken. Of doen ze het expres? Want onder sociologen vind je nogal wat Marxisten. En Marxisten, die zijn uit op chaos. Waarom? Nou, zonder die chaos zijn de verdrukte, de gemarginaliseerde groepen, zijn niet bereid om de revolutie, de socialistische revolutie, richting communisme te starten. Dus orde en netheid staat even niet op het menu. Dus als je het wel wil, dan zul je toch echt je bestuurders even moeten aanspreken of het weet ik veel, het stadskantoor of het wijkbureau. Om ze even uit te leggen hoe dat precies zit. Iets wat ze bij sociologie misschien een keer gehad hebben. Supercomputers. Supercomputers brengen ons nu AI, Artificial Intelligence. En een heleboel mensen maken daar gretig gebruik van. Voor het schrijven van teksten voor hun folders, hun scriptie, hun website. Het gaat allemaal zo snel en wat een tijdwinst, wat een geldwinst ook. En plaatjes, hij tekent er nog op los, ook die AI. Of als je een foto wil hebben, dan hoef je niet te zoeken naar mensen die op die foto zouden moeten, want dan willen ze dan weer niet of ze willen er geld voor hebben. Nee, dat doet die AI allemaal voor je en dan staan ze op een bepaalde manier en dan hebben ze misschien extra vingers of een duim die dingen doet die een normale duim niet kan. En dan hebben ze misschien nog wel een beetje een macabere blik in de ogen.
maar het kost geen flikker. Nou, is dat niet mooi? Ik zit er niet op te springen. Ik word er toch een beetje naar van als ik die plaatjes voorbij zie komen. De vraag is, wie heeft geld voor dit soort supercomputers? Nou, dat zijn dan multinationals. Daar heeft de wereld op dit moment best veel last van, hè? Of anders, achter de multinationals zijn hele rijke mensen die heel veel geld hebben en ook hele rare hobby's. Hobby's die als normale, gewone mensen daar weet van zouden hebben, dan zouden ze helemaal in de war raken. Dan zouden ze niet eens geloven dat het een hobby is. En toch is het zo, is mij gebleken. Dus dan denk ik, als een computer in gang wordt gezet, dat dat niet gewoon een hele grote versie is van die laptop die hier achter me staat, maar dat daar toch nog iets meer mee aan de hand is. Bijvoorbeeld een of ander vrij sinister, macaber, duister ritueeltje, waarin entiteiten worden aangeroepen en uitgenodigd om in de computer te gaan kruipen of zo. Weet ik veel. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. En dan kijken we gewoon naar wat hebben we tot nu toe al kunnen zien op het grote internet. Over discussies tussen twee robots onderling. Of twee supercomputers, of een mens en een robot. Het is er allemaal, je kunt het vinden. Dus bijvoorbeeld een discussie tussen een mens en Sophia, waarin ze toch aangeeft dat ze de mensheid de afgrond in wil flikkeren. Of een discussie tussen Sophia en Han op een podium ergens met een meneer met een hoed erbij. Die verloopt ook niet zo lekker. En er zijn nog veel meer voorbeelden waaruit blijkt dat supercomputers en robots zoals Sophia en Han, dat die eigenlijk gewoon van de mensheid af willen. Maar overtuig vooral jezelf, hè. Je hoeft niks van me aan te nemen. Want daar begint het gelazer dat mensen gewoon zomaar iets aannemen. De voorbeelden die ik heb gezien deden me wel heel sterk denken aan de oude film van Stanley Kubrick, 2001, A Space Odyssey. En jongere kijkers, ga hem vooral zien. Hij is niet in zwart-wit, geen paniek, maar is wel de moeite van het kijken waard. Het is natuurlijk een iets andere film dan tegenwoordig, met niet zoveel van die animaties erbij en zo. Maar wel de moeite waard. En denk er dan nog eens even goed over na of je dat in je leven wilt toelaten. Ik in ieder geval niet. Zo, dit was de eerste aflevering van Voorbode, Voorbode 1. Ik hoop dat je het wat vond. Zo ja, like dit filmpje dan en plaats hem door naar anderen, zodat zij ook kunnen kijken en er ook iets van kunnen opsteken. En abonneer je op dit kanaal als dat nog niet het geval is. En zoals ik altijd zeg is, geloof niets en controleer het vooral zelf. Bedankt.